Wij gaan winkelen, hè? Heb je er zin in? Zullen we naar een winkel toe gaan die speelgoed heeft? Oké, daar gaan we. Alles wat Saar gaat aanraken, moet ik kopen. Raak het niet aan. Saar? Alles wat in deze winkelkar ligt, gaan wij kopen. Lieve mensen, hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je natuurlijk vertellen, heel verrassend, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Ik heb zo enorm veel zin om deze video op te gaan nemen, want vandaag ga ik iets heel speciaals doen. Ik ga namelijk met mijn kleine lieve nichtje Saar van 4 jaar oud winkelen. En ik ga niet zomaar winkelen, want alles wat Saar vandaag gaat aanraken, moet ik gaan kopen. Ik zeg dus ergens dat ik heel erg veel zin heb om deze video op te nemen. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, oh my god, wat gaat ze vandaag aanraken? Eventjes tussendoor, zij weet niet dat dit een challenge is. Saar denkt echt dat ze vandaag met haar ooms gezellig gaat winkelen en dat er helemaal niks aan de hand is. Ja, er is natuurlijk een vlogcamera bij. Maar ze weet niet dat alles wat zij dus aan gaat raken, dat ik dat moet gaan kopen en dat het mijn portemonnee gaat kosten, dat ik weer aan het einde van deze video helemaal blut ben. Hebben jullie nou heel erg veel zin in deze video? Doe dan vooral eventjes een duimpje omhoog en dit is nog nooit gelukt. Laten we het gewoon gaan proberen. Zal ik het proberen? Ja, ik ga het gewoon proberen. Laten we gewoon voor de 20.000 duimpjes gaan. Het zou echt heel erg vet zijn als dat een keer zou lukken. Laatst hadden we volgens mij 17.000 likes. Dus het zijn een paar duizend meer maar. Jouw duimpje omhoog kan in deze video het verschil maken. Dus doe hem vooral eventjes omhoog. Allemaal. Jullie. Ja, jij daar ook. En jij moet hem ook omhoog doen. En jij moet hem helemaal omhoog doen. Klinkt ook heel raar. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan eventjes hier beneden. Je hoeft alleen maar even op abonneren te drukken en op het belletje te drukken om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video elke dinsdag om 7 uur in de avond. En jongens, we zitten nu ongeveer op de 280.000 abonnees. Dat betekent dat we langzaamaan naar de 300.000 gaan. En als we dat zouden halen... Oh my god! Ik had nooit verwacht dat we ooit in de buurt zouden komen van de 300.000. Maar nu we er toch bijna zijn, we moeten nog 20.000 abonnees, laten we gewoon voor die 300.000 abonnees gaan. Abonneer je mee als je niet bij deze squad hoort. En wie weet, gaat het gewoon lukken. Oh my god. En dan heb ik natuurlijk ook voor deze video weer een vraag voor jullie. Ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel denken jullie dat Saar mij vandaag gaat kosten? Je weet natuurlijk nog niet nu wat ze aan gaat raken. Dus het kan heel weinig zijn. Maar het kan ook heel erg veel zijn. Dus laat het eventjes hier mede weten in de reacties. Hoeveel gaat mijn nichtje Saar mij vandaag kosten? Ik denk zelf heel erg veel. Dan is het nu tijd om Saar op te gaan halen en heerlijk te gaan shoppen. Rutger! Ja? Heb je zin om mee te gaan shoppen? Shoppen? Ja, we gaan shoppen. Wil je mee? Als jij betaalt. Want ik voel alweer een of andere rare challenge. Ja, oké, nou, we gaan naar Brabant. We gaan naar Saar. Leuk. Saar. Oh, ik zeg dus altijd Saar, maar dat is echt Brabants. Maar, je weet dat ik eerder met Saar toch een video heb opgenomen dat ze één dag mijn leven mocht bepalen. Mm-hmm. Toen heb ik haar in een snoepwinkel losgelaten. Dat ging heel heftig eraan toe. Kun je altijd even terugkijken, linkje staat in beeld. Maar ik ga dus vandaag haar laten rondlopen in de winkels. En alles wat Saar aanraakt, moet ik gaan kopen. Waarom mag zij dat wel en ik nooit? Omdat ik weet dat jij het dan vooraf helemaal gaat plannen bij welk pad de leuke dingen staan. Dat je dan Saar dat allemaal gaat aanraken. Klein, snapt het misschien niet helemaal. Nee, we gaan ook niks zeggen tegen hem. Maar je mag dus mee. Zo leuk. Ik hoop dat Saar wat leuks voor mij uitzoekt. Misschien een wasrek of zo. Douchegel. Douchegel. Laten we eerst naar Brabant gaan rijden. Jij rijdt. Hoe is je dit nou weer gelukt? Ik vraag wel altijd, wil je mee? En uiteindelijk rijden. Ik je gewoon om het te helpen. Een persoonlijke chauffeur. Of ik laat je panty aantrekken of ik laat chauffeurtje. Je gewoon... Chauffeurtje. Oh, dat klinkt ook nog goed. Wij zijn onderweg naar Brabant om Saar dus op te gaan halen. Ik ga dan verrassen dat ze met ons mag gaan winkelen vandaag. Ze weet nog van niks. Ze weet nog helemaal niks. Ik heb alleen van mijn zus gehoord dat ze dus klaar zit in een jurkje. En dat ze dus niet weet wat ze gaat doen. Ik weet wel dat Saar het heel erg leuk vindt om te winkelen. Dus ik ben heel benieuwd zo meteen naar jou. Ondertussen zijn we bijna bij Saar en ik vind het echt heel erg spannend, want het is natuurlijk een challenge, want Saar gaat zoals van alles aanraken en ik moet het kopen. Maar ergens is het ook een soort van experiment om te kijken natuurlijk, wat raken kinderen allemaal aan? Zonder, kijk, nu gaan we natuurlijk echt opletten. Denk jij, is het veel? Ik denk dat het veel gaat zijn. Ik dus ook. Want ik weet nog dat mijn ouders vroeger altijd zeiden tegen mij, kijken met de ogen, niet met de vingers. En dan wilde ik het altijd toch nog even aanraken. En oh god, ik ben echt bang dat ze echt alles gaat aanraken zoals ik wilde. Alle winkels leeg moet gaan kopen. Ik word steeds zenuwachtiger. Kijk eens wie achter in de auto zit. Hoi Saar. Wie is Faye? Wij gaan winkelen, hè? Heb je er zin in? En welke muziek wil je horen in de auto? De Passapapa. Oh, van een hartje. Ja. Yeah. Daar gaan we wel mee zingen, hè? Ik ken de Passapas ook. En we gaan van... 10. Naar... 9. We gaan van... 8.
naar... Nou, dat zou ik niet doen, Saar. Wat is nou jouw allerfavoriete winkel? De leukste winkel? Een winkel waar ze speelgoed hebben. Zullen we naar een winkel toe gaan die speelgoed heeft? Ja, ik hou een speelgoedwinkel. Oh, oké. Maar dan mag jij mij straks aanwijzen welke speelgoed jij leuk vindt. En nu gaan we op de snelweg. Gaan we heel hard rijden. Kan jouw papa goed auto rijden? Als we snel gaan, gaan we heel snel fietsen. En dan zien we mama helemaal niet meer. En dan vond ik het eng. Maar oma en opa waren niet zo snel. Jouw ouders dus. Saar zegt er maar niet als de camera aanstaat dat opa en oma niet zo snel zijn op de fiets. Zonder mijn broertje. Ja, zonder je broertje een keer op pad. Fijn wel, toch? Ja. Ja. Mis je hem niet dan? Saar, we moeten nog wel één afspraak maken. Als je naar de wc moet, geef het eventjes aan. Dat is straks een noodgeval. En ik weet niet wat je dan moet doen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Hondje K, oh, zei je dat echt? Oh. Nee, jij zei het. Jij zei het. We zijn er bijna. Staat het een beetje? Laat het even weten in de reacties. Als jullie het leuk vinden staan zo, doe dan even een duimpje omhoog voor deze video. Zullen we een karretje meenemen? Ja. Wel zo handig. Oké, daar gaan we. Is het niet een beetje groot voor jou deze zaak? Ik denk dat we daar naar binnen moeten. Oké, nu begint dus het experiment. Zij denkt dat wij gaan winkelen. Alles wat zaak gaat aanraken, moet ik kopen. Tot nu toe is ze gewoon druk met de car, dus ik denk dat het vrij goed gaat. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Speelgoed. Ze heeft de speelgoedafdeling al gevonden. Wat is dat? Ik weet niet wat erin zit. Je weet niet wat erin zit? Zullen we hem meenemen? Ja. Oké, ja, we gaan hem meenemen. Oké. Ze zegt gewoon gelijk ja, alsof ze wel weet wat we aan het doen zijn. Ze weet echt niks. Oké, doen we deze in het winkelkarretje, ja? Ja. Oké, hoppakee. Nee, weet je, ik moet je wel even leren. Stelen. Je mag nooit zomaar iets in je tas doen. Je moet het eerst betalen aan de kassa en dan mag je in je tasje. Zullen we het afspreken? Oké, ik zou een hele goede vader zijn, denk ik. Wat heb je nou weer gepakt? Oké. Volgens mij heeft ze het een beetje doen. Ik denk het dus ook. Ze pakt het gewoon. Oh jee. Wat leg het terug. Wat ga je doen? Nee, doen. Wat is dat eigenlijk? Een squeezy. Ja. Nou, nemen we gewoon mee, toch? Kom. Wat is dat? Oh, dat is leuk. Dat kun je veranderen. Ik krijg opeens dit in mijn hand. Wat doe je hiermee? Hallo. Dit is een echo. Dit vind ik nog leuk, maar. Ik ga heel goed opletten wat Saar nog meer allemaal aanraakt. Dan zeggen we dat ze het terug moet leggen, maar doen we het stiekem alsnog in een mandje die zij niet ziet. En dan krijgt ze uiteindelijk alles wat ze heeft aangeraakt. Dat is make-up. Oh, dat is make-up. Oh, heb je al make-up of niet? Nou, leg maar even terug. Mag jij nog geen make-up? Nee. Oh, mijn ballen heb je zat thuis, hoor. Pak er twee. Maar dat is niet zo leuk, toch? En wat? Ik weet niet wat het is. Baby. Oh, dat is een band. Waar kun je in liggen? Ze raakt zoveel aan. Oh, wat heb je daar? Zoé. Oh my god, ze pakt echt zo enorm veel. Ik weet ook niet waar het Rutger tussen de kar heeft. Oh. Dit is wat Saar tot nu toe heeft aangeraakt, wat hier allemaal ligt. Allemaal meisjespeelgoed. Stickers van Elsa heeft ze nu en nog iets 3D-stickers of zo. Nou ja, ik leg het er maar gewoon bij. Het is aardig op dreef. Ze lijkt op de oom. Even terug. Rutger, die hoort daar niet. Kom, zullen we nog eventjes daar kijken om het hoekje? Dan pak ik stiekem alles nog even aan. Ja, doe maar in de kar. Oh. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Jullie mooi. Kijk daar eens. Ik vind het echt afschuwelijk. Maar ze heeft het aangeraakt. Ja, pak het maar. Leg maar in de kar. Oh, ik hou hem wel vast. Kom maar op.
zo, dan krijg je handen vrij, hè? Kun je alles aanraken. Wat zie je? Wat is dat? Barbie. Olaf. Ze heeft echt niet door dat ze elke keer anders pakken. Oh, daar zie je klei. Wow, Frozen klei. Maybe die pakken. Zag je dat Rutger iets pakte? Ik pakte helemaal niks. Je wou het zien dat hoor. Ja, Rutger, we zien dat. Oké, ik leg het wel even terug. Leg het terug. Nou ja, ik leg het in het mandje. Kijk. Hoeveel we al hebben zonder dat ze iets door heeft. Wat heb je hiermee gedaan? Moet je dit hebben? Wat is dat? Heb je laten vallen? Kom maar. Ik probeer deze twee. We hadden niet allemaal. Oké. Okay. Anders is het een beetje te veel. Oh. Oh, zo bescheiden. Ja. Zaag. Doe je ogen eens open. Heb je de winkelkar al gezien? Nee. Doe je ogen nog eens dicht. Zaag. Alles wat in deze winkelkar ligt, gaan wij kopen. Doe je ogen maar open. Dit is alles wat jij hebt aangeraakt in de winkel. Hij wil niet alles. Zaar, alles wat jij hebt aangeraakt in de winkel. Wacht even. Ze willen niet. Ze vindt veel te veel. Veel te veel. Maar we kunnen ook iets aan vriendinnetjes geven of aan Finn geven. We kunnen ook cadeautjes maken voor iedereen. Zullen we dat doen? Oké, nou, die geeft mijn zus. Kijk eens. Mama, deze komt jouw kant op. Ja. Prachtig. Zullen we nog een afrekening staan? Ik wil niet zo veel hebben. Dit is een perfect kind. Dit is wel familie van mij. Ja, dit is een perfect kind. Zaag, omdat jij niet alles wil hebben wat erin zit, mag jij kiezen uit deze kar wat jij wil hebben. Is dat een goed idee? Wat wil je niet hebben? Dan moet je eruit halen. Dit wil je niet hebben. Dit gaat eruit. Die wil je niet hebben. Make-up wel. Make-up wil ze wel hebben. Het is toch wel familie. Het is wel familie. Dit gaan we allemaal meenemen. Het spaart mij heel veel geld. High five. Yes. Oké, dan gaan we nu afrekenen. Wordt het €38,15 alsjeblieft? Oké. Wil je nog ergens heen? Ja. Waar wil je heen? McDonald's. Wil je naar de McDonald's? Wat wil je dan hebben bij de McDonald's? Een ijsje. Oké, dan gaan we een ijsje eten bij de McDonald's. Als ze me niet alles gaat aanraken, dan moet ik dus alles weer kopen. Ik zie McDonald's. Hallo. Oh. Waar? Ik zag hem het eerste. Voordat we de McDonald's in gaan, ga ik natuurlijk even kijken hoe duur deze video totaal voor mij is geworden. Ik heb hier het bolletje. In totaal kostte het €38,17. Sinds de laatste maand is dit misschien wel de goedkoopste video ooit. Het is ook een keer wat anders. Heb jij het goed geraden? Van harte gefeliciteerd. Gaan we nu een ijsje eten. Zullen we gaan bestellen, Saag? Het is zo grappig om de reactie van Sarah te zien dat ze echt alles mag hebben wat ze aanraakt. Wij willen ijsjes. Wij willen. Oh, waarom onbeschoft natuurlijk. Niet netjes. We doen het wel niet. Wij willen ijs. Oké, ik wou dat. Ik denk dat deze dag geslaagd is. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Onder deze video te kijken, doe dan vooral eventjes nogmaals een duimpje omhoog. Want we kunnen nog steeds 20.000 duimpjes halen. Ik denk dat Rutger ook wel blij is, hè? Heel blij. Enig. Wil je meer van Rutger maar zien? Voorlopig wachten we nog even met kinderen. Ja, ik denk het ook. Nou, het ging best goed vandaag. Nee hoor. Nou, ja. Wil je nog meer van Rutger zien? Kijk dan natuurlijk even in mijn beschrijving. Oh, doei. Ik weet wat jullie kan. Saag, je mag niet alles zeggen als de camera aanstaat. Grapje, hoor.